RTL politieke redactie is natuurlijk wel herenmeester als het gaat om de miljoenennoten ergens eerder binnenhalen dan een willekeurige parlementariër. Ja, in tegenstelling tot Max kunnen wij bij RTL echt heel erg genieten van een primeur. Ja, dat heb ik gezien aan die Frits Wester. Okay. Ik zie de jury onmiddellijk meeschrijven. Dat werkt ook mee, katjes onderling? Een goed begin. Heel goed, heel goed. Houdt u de kruid droog, houdt u de kruid droog. Lekker. Ja. Soms vallen dingen per ongeluk, blijven ze ergens onder een kopieerapparaat liggen. Soms wordt er heel moedwillig en doelbewust lekker. Maar dit jaar was het wel een lekkage van je welst, hè? Ja, en vooral het laatste deel van alle lekken was bijzonder interessant. Dat was namelijk een stuk. En dat stond boven Redeneerlijn, Prinsjesdag 2015, in 4 blokken. En dan kwamen er 15 pagina's, waarin dus werd aangegeven van dit gaan we zeggen. En dan moeten we dat vervolgens zo uitleggen. En dan moet je er die en die en die voorbeeld bij halen. Dat moesten ze, al die ministers en staatssecretarissen moesten dat op Prinsjesdag doen als ze door de pers bestookt zouden worden. Het aardige was, we hadden dat stuk op het moment dat het kabinet daarover, vorige week vrijdag, dat stuk zat te bespreken. Het was net uitgedeeld en jongens, lees even door, want zo moeten jullie het doen. Op dat moment stond mijn collega Frits Wester voor die treffenzaal in een live uitzending om 1:00 'smiddags te vertellen en dat stuk laten zien van op dit moment hebben ze hier achter mij, zijn ze hierover aan het praten. Nou, dat was echt een drama. De bewindslieden hebben me na afloop ook verteld van dat er echt enorm gevloekt is in de ministerraad, hoor. Huh? Zelfs Rutte vertelde, er werden woorden gebruikt van 3 letters die met een K begonnen. En wie zei dat? Ja. Rutte. Maar gebruikte hij die woorden? Nee, hij zei dat die woorden vielen. Of gewoon Melanie Schultz van Hagen weer. Ongetwijfeld. Ja. Ja. Je hebt waarschijnlijk voor dikke kut uitgemaakt, maar goed. Even aan de andere kant kun je zeggen, hoe spraak maakt, ik bedoel, dat je die miljoenennota frequent weet op te halen, dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar ja, dat er een communicatieplan is rondom de presentatie daarvan, ja, hoe bijzonder is dat? Maar blijkbaar toch leidt het grote onvrede in de ministerraad. In die zin was het bijzonder, omdat het eigenlijk nooit eerder is uitgelekt. En het was niet schokkend verder, maar het was wel leuk om te hebben. En het was ook leuk voor alle collega's om te weten van als ik die vraag stelde, krijg ik dat antwoord. Wat je overigens wel vaker meemaakt in Den Haag. Het aardige was, over spinnen gesproken, er wordt natuurlijk in de journalistiek ook enorm gespind, dat degene die de schuld kreeg van het lekken, was de voorlichter van de VVD, Kees Berghuis. Jouw oud collega? Mijn oude chef. Chef van de redactie van RTL. Dus iedereen zei, ja, dat komt van Berghuis. Ik kan hier naar je moet even voor de helderheid zeggen, dames en heren. Dus was de chef politieke redactie van de RTL. Nee. Die werkte daar jaren. En die is op een gegeven moment overgestapt. De voorlichter van minister Schippers van Volksgezondheid is nu de nieuwe chef van... Ik probeerde even de verwarring te ontwikkelen. Dus, die is overgestapt. Dus je moet je voorstellen, iemand die daar dus een belangrijke positie heeft op de RTL politieke redactie, die is nu in één keer voorlichter van die hele VVD-fractie. Als dan bij RTL weer zo'n gevoelig document belandt, dan roepen ze bij de NOS, ja, zo kunnen we het ook. Ja. Toch? Ja, maar ja, dat riepen ze al uit toen Frits Wester in 1995, was het? Nee, 94. Ja. Overstapte van de CDA-fractie naar de RTL-redactie. Kennelijk hebben wij iets met voorlichters die heel graag bij ons willen werken of zo. Terug naar het document. Ja. Jullie hadden het. We gaan kijken naar de persconferentie van Mark Rutte, dus na afloop van die ministerraad. Ja. Vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag, de vrijdag voor Prinsjesdag. Ja. En daar gebeurde dit opmerkelijke. En dan zeg ik het volgende. Het gaat een stuk beter. We zijn er nog niet. Nuchter blijven. Koers houden. In mijn eigen woorden, niet al te juichend. Mag ik u uitnodigen hier te gaan staan? Want u kunt het... Oh, nou, ik neem het zo over als u nou, wilt. Wil ik best even vertellen wat u volgende week gaat vertellen. U gaat zeggen volgende week, Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa, maar we moeten nuchter blijven. De betere cijfers betekenen pas iets als alle Nederlanders ervan profiteren. Onrust in het buitenland heeft ook gevolgen voor Nederland, zijn uw woorden. We moeten ons Nederland nu al voorbereiden op de komst van meer vluchtelingen. Nog steeds geldt dus koers houden, dus de stap volgend jaar is dat werk, koopkracht en groei meer bij mensen terechtkomt. Ik geef hem weer terug aan u. Nou, verstandige boodschap. Ik ben blij dat u dit stuk wat wij gemaakt hebben om een dwaalspoor te zetten zo serieus neemt. Nee, het zou zomaar kunnen... Dat is wel bijzonder, hè? Weer... Want jij vertelt ons nu, Jos, dat hij dus waarschijnlijk een uur daarvoor nog vloekend en tierend in die treffenzaal gezeten heeft.
En hier is hij natuurlijk de laconiekheid zelf. Ja, dat is toch wel weer knap voor hem, hoe hij daarmee omgaat. Hoe hij die knop dus kennelijk toch kan omzetten. En zijn boosheid kan verbergen en er maar een grap van maakt. En hij komt ermee weg. Maar ja, het is niet voor niks de Teflon premier. Even toch even, dat misschien meer van persoonlijke aard. Ik blijf toch een beetje zitten. Moet je dat nou doen als journalist, wat jouw collega Frits West... Ik moest bijna een beetje denken aan Wesley Sneijder die ooit op de schoot van Jack van Gelder ging zitten. Dat je denkt, ja, het kan, maar het hoeft niet, hoor. Het hoeft niet. Als Frits Wester tegen Rutte had gezegd... Hey, ga eens terug naar je gesprekstoel, ik heb nog een paar vragen voor je. Dan was dat hele theatrale van die Rutte als een plumpudding in elkaar gezakt. Ja. Ja, ik kan alleen maar ja zeggen. Okay, maar wij werden natuurlijk ook overvallen door die actie van Rutte. Wat had niemand verwacht. Dat had me nooit meegemaakt. En, dat heeft je gewoon slim gedaan. Goed. Toch? Dan gaan we de sprong maken. Want het wonderlijk is dus eigenlijk... En dan moet jij leggen even goed uit. Want wat is nou het voordeel voor het kabinet om die cijfers rondom de miljoenennota... als er goede cijfers te laten zien zijn. Wat gebeurt er nou qua spinnen en strategie nou... door het lekken van die spullen en die getallen? Ja, je brengt alleen die dingen naar buiten die goed nieuws zijn natuurlijk. Het slechte nieuws doe je niet. Of soms ook wel, omdat dat wel handig is. Dan voordat het dan Prinsjesdag is, zijn de gemoederen alweer enigszins bedaard. Maar het gaat natuurlijk vooral om het goede nieuws. Nou ja, het was er natuurlijk dit jaar in overvloed. Maar het komt, het is van alle tijden. Hè? Ik herinner me uit de tijden van Balken en Den Bosch dat ook. Als ze besloten om, het ging geloof ik, de BTW die zou aanvankelijk omhoog gaan. En toen hadden ze besloten dat dat niet zo zou zijn. En, maar dat hoorde op Prinsjesdag verteld te worden. Maar ze kwamen samen op een vrijdag in augustus vertellen dat die BTW-verhoging niet doorging. Dus ja. Belangrijk is natuurlijk ook, die cijfers gaan dus eigenlijk naar buiten, maar allemaal off the record. Dus de oppositie kan geen kant op. Die kan niet reageren, want zeggen, ja, die cijfers zijn niet formeel officieel naar buiten. En dus ontstaat uiteindelijk een krankzinnig gesprek in de Tweede Kamer. Tuurlijk. Ja, maar u heeft persoonlijk niet gelekt, of althans uw ministerie... Oh, sorry, ik maak een foutje nu, sorry. Wil je deze, wel nog deze? Pardon, ik maak nu een klein foutje, ik sloeg iets over, namelijk we gaan eerst kijken even. Rutte wordt natuurlijk ook gevraagd even, hoe kan dat nou dat er op zo'n grote schaal gelekt is? Tuurlijk. Ja, maar u heeft persoonlijk niet gelekt, of althans uw ministerie, want die laatste lek... Ik zit er best graag voor, hè, dus ik zou niet weten wie ze anders had moeten sturen, de brief. Dat stuk van de RVD, wat vandaag gelekt is, dat is uw ministerie. Dus ja, dat is daarmee nog niet door de RVD gelekt. Oké. En datzelfde geldt voor al die andere ministers, ministeries... Nou, even voor alle helderheid, de RVD lekt geen stukken. Ik geloof juist dat uw kritiek is dat ze te weinig vertellen. Dus die lekken geen stukken, nee. Het hele punt is dat er natuurlijk allerlei stukken breed door Den Haag gaan. En daar lekken dingen uit. Het gebeurt ieder jaar. Laten we nou niet doen alsof dit helemaal nieuw is. Maar het is dit jaar wel heel heftig, dat is waar. Het grappige is, jij kijkt hiernaar. Ja. Maar jij weet waar het lek zit. Ja. Wat doet dat met jouw kijken naar? Oh nee, dat heeft er weinig invloed op. Want ik kan er wel vertellen dat Rutte niet zelf het lek was. Het aardige hiervan vind ik dat Rutte daar nu heel laconiek over doet. Maar een paar jaar geleden, toen hij nog oppositieleider was, zich ook elk jaar enorm druk maakte dat er maar gelekt werd en gelekt werd. En dat dat een schande was. En dan hoorde je Balkenende zeggen van ja, het hoort er nou eenmaal bij. Het gebeurt al jaren. En het zal waarschijnlijk ook nooit meer veranderen. Toch even dan alsnog even, gaan we nu kijken. Die cijfers zijn dus nooit officieel. Maar ze gaan wel de hele media gaan ze rond. En dan ontstaat er eigenlijk een krankzinnig gesprek in de Tweede Kamer. U ziet het Kamerlid Kerstens van de Partij van de Arbeid. Die in gesprek is volgens mij met iemand van de SP, als ik me niet vergis. We zullen moeten wachten waar het kabinet mee komt. Misschien doet het kabinet iets met een aantal suggesties die u heeft gedaan. Misschien ook niet en dan kunnen we daar met z'n allen over hebben. Ik wil wel iets zeggen over dat het zou gaan om een schaamlapje. Dat is het volgens mij niet. Het zou bijvoorbeeld een einde kunnen maken aan een door uw collega de heer Ulenbelt bij een debat over de participatiewet genoemde asociale situatie. In gemeentes als Tilburg. Als het waar is, zou dat zo zijn. In gemeentes als Tilburg, gemeentes als Utrecht, gemeentes als Arnhem, gemeentes waar overigens de SP het college Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga dit onderbreken. Want ik vind het in toenemende mate als voorzitter, vind ik dit echt ingewikkeld in het debat. Als u nu al gaat reageren en op voorstellen waarvan u wel zelf zegt
Ik weet niet of ze waar zijn. Dat is eigenlijk een ongebruikelijke manier van debatteren. We hebben het hier tijdens de regeling van werkzaamheden sinds vorige week dag elke dag over plannen die gelekt worden. Ik wil hier nog paal en perka stellen. Ik ga mevrouw Karaboulou de kans geven om nog een vraag te stellen. Maar ik zou u willen vragen om u in uw antwoord, als u zegt het is allemaal nog niet bekend, ook te beperken tot ik ga erop reageren als blijkt dat het volgende week bekend is. Dat vind ik dan nog de meest ordentelijke manier, want dit vind ik echt heel ongemakkelijk. Hopeloos. Ah, Jos, in dit soort moeilijke situaties is een kordate voorzitter essentieel. Ja. Kun jij mij dan even in twee zinnen zeggen wat ze heeft gezegd? Geen idee. Nee. Maar dit is wel, dit is natuurlijk ook heel raar dat een Kamerlid, die dus wel op de hoogte is van wat er in de stukken staat, alvast aan de Kamer gaat vertellen. Nou, dit, misschien zou het er zo wel ongeveer in kunnen komen. Het debat is toen al even geschorst geweest, omdat ze aanvankelijk helemaal niet wist, de Kamervoorzitter, hoe ze ermee om moest gaan. Maar ja, toen die weer werd hervat, kreeg je deze uitleg. Dat schiet ook niet op. Maar wat misschien wel aardig is om te vertellen, want het is, toen wij die stukken hadden, niemand betwistte de cijfers. Hè? Het enige wat het kabinet zei van, wacht maar tot Prinsjesdag, maar ze werden niet betwist. Het was zelfs zo erg dat er sommige ministeries ons gingen bellen. En zeiden, nou, als je nu toch dit hebt gemeld, dan kun je dit eigenlijk ook wel melden. Want dat vinden wij wel leuk. We kregen nog wat extra informatie. Noem eens één ministerie. Nee. Ja. Jawel. Nee. Twee. Maar zo diep zat het dus. Of diep. Niemand, we hebben in het verleden wel vaker gehad dat er gewoon werd ontkend, hè, dat we het hadden. En werd er gezegd van ja, nee, jullie hebben een pre-versie. En die bleek dan later toch wel te kloppen. Maar nu was er dus vanuit de politiek, vanuit het kabinet, vanuit de ministeries, niemand die zei van het klopt niet. En sterker nog, hier heb je nog wat meer. Goed. We gaan even direct nog kijken naar de dubiele situatie met Ronald van Raak. Maar voordat ik daar aankom, wil ik toch nog even in. Jos, je loopt 21 jaar dat die politieke redactie rolt. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd Frits Wester die daar de show maakt en dan uitlegt, we hebben hem weer, hè, dat soort dingen. Is er in die jaren eentje die zegt, die was voor mij? Die heb ik gewoon die miljoenennoot, die heb ik gewoon gefixt. Frits heeft het verhaal wel verteld, maar die is gewoon voor mij. Nou ja, kijk, Frits is natuurlijk. Nee, laat Frits erbij. Ik wil het even over jou. Gewoon even dat je zegt, hartstikke idee. Je hoeft alleen een jaartal te noemen. Dan zoeken wij het wel op. Nee, ik moet toch even zeggen. Nee. Zeg nou, heb je, is er eentje dat je zegt, ja, toen kwam ik gewoon de redactie op met die miljoenennota onder mijn arm. Tak. Er zijn verschillende mensen op onze redactie die inderdaad met de miljoenennota. En behoor jij tot dat groepje? De hele redactie behoort. Ja, oké. Okay. De hele redactie. Goed, maar we gaan door naar het volgende. Wie is maar die Frits? Frits is ons. Frits is ons politieke gezicht, hè? Dus die. Oké. Tot zover de nuance. Terug naar de rauwe werkelijkheid. We gaan luisteren naar Ronald van Raak, SP-Kamerlid, ja. Die natuurlijk ook eigenlijk giftig is, maar dat uiteindelijk weer heel geestig weet te verpakken. Al jaren, hè? Al jaren, inderdaad. Gisteren kregen wij het bericht dat de minister-president van ons vraagt dat wij de vrijdag voor Prinsjesdag tekenen, voorzitter, tekenen voor geheimhouding. Ik wil de voorzitter even de situatie schetsen. Minister-president wil dus dat wij halverwege september gaan tekenen voor geheimhouding, voor plannen die hij zelf half augustus heeft laten lekken. Ik heb drie verzoeken, voorzitter. Drie verzoeken. Om te beginnen, als de wiedeweerga alle plannen die naar de media zijn gelekt, naar de Kamer te sturen. Met de cijfers. Zodat niet alleen maar de propaganda van het kabinet in de krant komt, maar ook het commentaar van de oppositie die kan controleren of alles wat beweerd wordt wel ergens op slaat. Bij die stukken, die kunnen gewoon vandaag komen. Het tweede verzoek, een briefje. En in dat briefje zegt de minister-president, sorry, mijn fout. Natuurlijk hoeft u niet te tekenen voor plannen die ik zelf heb gelekt. En ten derde, voorzitter, in datzelfde briefje, wat gaat de minister-president nou doen met al die lekkers? Lekkers. Ja, we hebben eigenlijk al eerder geconstateerd dat het van alle tijden is en ook van alle tijden zal blijven. En toch liepen we aan tegen een wonderlijk fragment. Dat gebeurde bij WNL op zondag, tegenwoordig gepresenteerd door Rick Niemann. Daar was de minister van Infrastructuur, ook wel bekend als Melanie Schultz van Hagen. En die zei dus over dat lekker desgevraagd het volgende.
Ik vind het heel slecht dat dingen die gewoon vertrouwelijk worden rondgestuurd, worden gelekt. Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Ja. En ik vind ook dat je daar gewoon strafrechtelijk achteraan moet gaan. Op het moment dat je dat niet bestraft en gewoon tolereert, en dan gebeurt het straks ook bij plannen die ons bijvoorbeeld echt in gevaar kunnen brengen. Ja, misschien moeten we even eerst even over de gelaatsuitdrukking van Wiegel hebben. Ja. Die weet wel beter, hè? Ja. Maar Rutte heeft ook meteen dit idee als onzin van de hand gedaan. Waarom het strafrecht? Het heeft er helemaal niks mee te maken. Het is je bent bang voor vervolging, begrijp ik? De tong van deze minister. Maar wat is dat dan? Want je hoort dat wel vaker, ook bij burgemeesterbenoemingen. Dan zeggen ze, we schakelen het Openbaar Ministerie in. Meestal hoor je er nooit meer wat van, toch? Nee, we hebben ook wel eens vaak te horen gekregen van, we sturen de Rijksrecherche op jullie af. Nou, dat is echt lachen, hoor. Want dat is dat gebeurd? Nee, is nooit gebeurd. Maar als ze komen, ik heb wel eens gehoord dat ze op ministeries ook wel eens stukken moeten uitzoeken. En dan komen een soort, hoe heette die twee detectives uit, wat was het? Jans en Jans. Ja, dat soort types komen dan binnen en vragen dan, dat stuk wat u gelekt heeft, mogen we dat even ontvangen? Zo gaat het. Nee, het is echt heel erg, ja. Zitten er mensen in de zaal die de Rijksrecherche wel eens achter zich aan hebben gehad? had het met RTL te maken? Overigens heeft, dat is wel aardig om te vertellen, Van Raak heeft dus op één punt wel gelijk gekregen dat er dit jaar voor het eerst niet getekend hoefde te worden voor geheimhouding. Wel dat ze de stukken in ontvangst hadden genomen, maar niet dat ze geheimhouding moesten betrachten. Ja, Rutte zag ook wel in dat natuurlijk volstrekt geen zin meer had. Eigenlijk het enige wat echt geheim is gebleven is de troonrede van de koning zelf, hè? Ja. Staat er op je things to do lijstje, neem ik aan? Ja, maar dat gaat echt never nooit lukken. Nee, hè? Nee, er zijn zo weinig mensen die de tekst van de troonrede kennen. Kijk, bij die miljoenennota, die wordt voorbereid op al die ministeries. Er zijn 15 ministeries. Een tiental ambtenaren bij betrokken. Voorlichters, bewindslieden. Kamerfracties van de regeringspartijen worden er ook gewoon bij betrokken. Die weten dat allemaal. Maar bij die troonrede, dan mag elk ministerie mag één lineaartje aanleveren met wat die minister het komend jaar gaat doen. Maar daar is de groep die echt van A tot Z weet wat er in die troonrede staat, beperkt zich tot de minister-president, de vicepremier en dan de directeur van de staatsdrukkerij die het moet drukken. Dames en heren, Jos Heijmans, dankjewel. APPLAUS.